Deelnemers startvrij. De laatste van vandaag en op 6 september zijn we er weer met de meeting rond de 4,5 kilometer Europa's langste race. En dat belooft weer een spektakel te worden hier op het ovaaltje. Paarden zoeken aansluiting bij de startauto. Koers 9 vraagt onze aandacht en de favorieten zijn de nummers 1 Continental Lane als mede de 8 Cavalli Starlake. Nog 100 meter. 50 meter nog. En de start is gevallen en daar gaat de Continental Lane Show van start. Neemt de leiding maar aan de buitenzijde. Probeert mee te gaan Crown Jewel, maar die kiest nu toch echt eieren voor zijn geld. En gaat proberen in te parkeren op de rug van de koploper. Maar Continental Lane die houdt aan kop van het veld stand. Continental Lane buitenzijde, Crown Jewel binnenzijde en So What, dat is de 1, 2, 3. Daarachter profiteert van een mooie start van nummer 1, paard nummer 7, Daisy Single. En aan de buitenzijde daarnaast goed geplaatst Kees Olsdoorn achter André van Unia. Achter deze deelnemers vinden we dan terug paard nummer 8 Cavalli Starlake. Die ligt er mooi kort bij. En achter Cavalli Starlake aan de buitenzijde, die krijgt moeilijk positie, Calypso Bravado. Want Van der Mespel is niet van plan die lekkere rug die hij heeft prijs te geven met paard nummer 6 Abe van Kamstra. Vooraan wordt het gat getrokken door Angela Spanjaard, waardoor kan inparkeren paard nummer 3 Crown Jewel. En daarachter en So What, die spuugt het bit even uit. Met nog 2 rondes te gaan, maar inmiddels heeft Danny Brouwer hem ook weer wakker. Aan de buitenzijde komt daar het nummer 4 van Andries van Unia. En binnendoor nog altijd Daisy Single. Cavalli Starlake, Abe van Kamstra en daarachter dan ook nog Calypso Bravado. Dat is de situatie als de armen van Angela Spanjaard steeds langer worden achter paard nummer 1 Continental Lane. Lengte of 3 nu. Op de tweede plaats Crown Jewel. Maar er komt wat reactie in het veld. Het spel gaat nu duidelijk op de wagen. Want daar komt de aanval enerzijds van Cavalli Starlake vanuit de staart van het veld. Ook naar voren komend die Abe van Kamstra. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En het is moeilijkheden in het achterveld. Uitgeschakeld 7-7 voor Daisy Single. En die valt onder de bijl van uitschakeling. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune met een groter wordende voorsprong voor Continental Lane. Tweede plaats Crown Jewel en achter Crown Jewel is het dan aan de binnenzijde Cavalli Starlake. Achter Cavalli Starlake Abe van Kamstra. Vijfde is Calypso Bravado en daarachter nog een strijd voor plek 6. En die gaat tussen aan de binnenkant Andries van Unia en aan de buitenzijde And So What. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En daar is het nog altijd Continental Lane die hier het veld de weg wijst. Heeft een lengte of 3 voorsprong. Tweede plaats erachter Crown Jewel. Zet de tanden op elkaar. Komt wel iets dichterbij. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde nog altijd paard nummer 8 Cavalli Starlake. Maar die moet waken voor een aandringende nummer 6 Abe van Kamstra. Paarden komen op weg naar de laatste rechte lijn. En het is nog altijd die Continental Lane. Maar Crown Jewel is aan de kar gekomen. Jaap Verijn, winnaar van de Merrie Derby. Een man op de kar met vleugels. Gaat het wel proberen, maar zal het niet bij proberen blijven. Continental Lane, zo fantastisch de laatste keer. En dan mag het eigenlijk niet fout gaan. Die laatste meters, het wordt nog wel wat moeilijk. Maar het was de tip van het jaar misschien wel. Continental Lane, van start tot finish. 2 wordt Crown Jewel. Derde geplaatste 8 Cavalli Starlake. Vierde de 6 Abe van Kamstra.